Ja, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Good Night Show van Dreams TV. Ik ben Erik Asselijn en ik vertel iedere uitzending een verhaal uit mijn boek Oog en Oog met Paramaribo. Verhalen over het herinneringserfgoed. Hè? Over bijzondere mensen en bijzondere gebeurtenissen die de afgelopen 250 jaar een gedenkteken in de stad hebben gekregen. En die geschiedenissen, die tories, die zijn aan het verdwijnen. Ik heb het de vorige keer heb ik het gehad over het Lalaroque-complex aan de Lalaroque-weg in West-Paramaribo, vlakbij de Hermitage Mall. Een geschenk aan de Nederland, aan de Surinaamse bevolking, naar aanleiding van 100 jaar Hindoestaanse immigratie. En ik ga het vandaag hebben over iets anders, over Johannes Helstal. Geboren in 1853 in Bergendal. En overleden op 24 april 1927, nu 94 jaar geleden. En waarom Johannes Helstal? Nou, Johannes Helstal was in zijn tijd een wereldberoemd componist. En dus niet wereldberoemd in Suriname, maar echt wereldberoemd in Amerika, in Duitsland en in Engeland. En vandaag de dag is hij, nou ja, bijna vergeten. En dit is, nou, misschien wel een mooi klein eerherstel. Ik heb het verhaal weer kunnen reconstrueren dankzij heel veel oude kranten in Delft. Er is heel veel over hem geschreven in de tijd dat hij leefde. In boeken helaas weinig. Er staat wel iets over hem in de encyclopedie van Suriname. Daar staat ook een mooi profiel van hem in het boek Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur van Michiel van Kempen. Maar een serieuze biografie over zijn leven ontbreekt helaas. En dat is misschien een mooi idee voor een muziekhistoricus om daar eens aan te beginnen. Het monument staat op het Kerkplein, hè, vlakbij de hervormde kerk. Hij is ontworpen en gebouwd door de Surinaamse kunstenaar en aannemer Charles Nieleveld. En wordt op 11 januari 1948 wordt dat onthuld. Voor duizenden en duizenden belangstellenden die allemaal naar het Kerkplein waren gekomen. En wordt ook live uitgezonden op de AFOS. Op de Algemene Vereniging Radio Omroep van Suriname. Het is een gedenkteken, het is het eerste gedenkteken voor een geboren Surinamer in de stad. Vandaar ook dat, dat gouverneur Brons, die aanwezig is, Helstal ook noemt een grote zoon van Suriname. Een korte video geeft misschien eventjes een mooi beeld van de omgeving waar het monument staat. Ja, welkom terug. De Afro-Surinamer Johannes Helstal wordt op 11 januari 1853 als vrij man geboren op de Hernhutterse zendingpost Bergendal aan de Suriname rivier, ongeveer 2 dagen varen van Paramaribo. Nou, de leiding van de evangelische broedergemeente, de Hernhutters, die hebben al heel snel zijn muzikale talent door. En ze sturen hem dan ook naar de stad om dat verder te ontwikkelen. Nou, dat gebeurt ook. Er zijn een aantal zendelingen die muziekonderwijs geeft. En later volgt hij lessen bij de oud-zendeling Heide, ook een bekende drukker in die stad. Nou, en die stuurt hem dan uiteindelijk voor zijn opleiding naar Duitsland, naar het conservatorium van Leipzig, waar hij na een aantal jaren cum laude slaagt. En terugkeert naar Suriname. En daar begint hij dan zijn carrière als muzikus, als pianist en als muziekonderwijzer, als muziekpedagoog. Ondanks de vele aanbiedingen die hij krijgt uit Engeland, uit Duitsland en uit Amerika, blijft hij altijd in Suriname.
Niet alles gaat voorspoedig. In 1899 wordt Paramaribo geteisterd door een grote brand op de hoek van de Heiligeweg en de waterkant. De zogenaamde De La Fuente brand. Een groot complex huizen gaat tegen de vlakte. Waaronder de huurwoning van Helstone. Het grote drama daarbij is dat al zijn composities en al zijn aantekeningen verloren gaan. En ook de twee mooie pianovleugels die gaan op in rook. De totale schade van deze brand is ongeveer 250.000 gulden. Voor die tijd een enorm bedrag. Nou, zijn grote doorbraak komt met de opera Het Pand der Goden in 5 bedrijven. Dat wordt tot ver in de vorige eeuw opgevoerd, de jaren 1980, 1990 zelfs, vooral in Duitsland. En het is het mythische verhaal over de relatie tussen reuzen en de goden. Het wordt in Suriname tot 4 keer toe opgevoerd in Theater Thalia. En groot succes ook. Kranten schrijven daar uitvoerig over. Hij wordt zeer geëerd. En na de laatste opvoering wordt hij op de schouders getild. En wordt hij onder begeleiding van allerlei fakkels en muziek wordt hij naar het gebouw van de buitensociëteit het park gebracht. Waar een groot feest voor hem wordt aangericht. Nou, Helstone is ook actief als schrijver. In 1903 verschijnt er een grammatica boekje van hem. Hij overlijdt op 24 april 1927. En wordt 's middags op de begraafplaats Vrede en Arbeid wordt hij begraven. En in 1948... komt dan het monument waar ik het eerder over heb gehad. En de familie is zo dankbaar voor het monument wat door de bevolking van Suriname is geschonken, dat zij een advertentie plaatsen in diverse kranten als dank voor deze gest. Goed, bedankt. Ja, dit was het weer voor deze keer. Graag zie ik jullie terug bij een volgende aflevering. Misschien nog een laatste ding. Het is 9 mei 2021. Iedereen weet natuurlijk wat dat dan is. Hè? 9 mei 2021, dat is Moederdag. Nou, misschien een aardige geste, idee, leuk om cadeau te geven aan moeder. Ik zou zeggen, doen. Hè? Dus online te verkrijgen en ook tegenwoordig alweer afspraken te maken met de boekhandel. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens!